Stel, op de nieuwe Maasvlakte worden zo direct alle containers in recordtempo op de meest efficiënte wijze denkbaar op schone trucks geplaatst. En die rijden dan van de Maasvlakte om dan, bom, in de file te komen staan op de A15. Daar wordt volgens mij niemand blij van. Nee, nou ja, misschien worden de concurrerende havens er blij van, maar daar gaat het even nu niet om. Nee, de vraag is natuurlijk, hoe lossen we dat op? Inderdaad, Sebas. Het zou heel fijn zijn als jij de files voor ons op zou lossen. Okidoki. Containers en trucks. Ze hebben elkaar nodig. Sinds de container in de jaren 60 dé verpakking werd voor het internationale goederenvervoer, gaan de metalen dozen op trailers overal naartoe. Maar tijden veranderen. Files nemen toe en de uitstoot van CO2 moet omlaag. Vervoer van containers over de weg staat onder druk. En Sebastiaan moet vroeg zijn bed uit. Het is 7:00, dus een hele goede vroege morgen. Vandaag is het dus tijd voor een roadmovie. Ik ben op zoek naar Jan. Dat ben ik. Goedemorgen. Goedemorgen, kerel. Je zit in je favoriete tint. Ja, is dat wat? Nee? Nou, het is wat. Zeker niet. Ik heb begrepen dat ik vandaag met jou een stukje mag meerijden. Dat vind ik gewoon zeker leuk. In welke truck zit je? Ik zit buiten in die manwiesel die er staat. Is het mooie? Ja, hele mooie auto. Mag ik hem zien? Tuurlijk wel, jongen. Dit is hem? Dit is hem, hè. Een euro 6, hè. Kijk maar. Oh, dit is een van de schonere? Jawel, dit is een euro 6, hè. Is dit de schoonste? Dit is de schoonste auto, de euro 6, hè, die er is. Als je vroeger in een auto zit, dan moet je echt hard praten om elkaar te verstaan. En nou is het gewoon, je hoort er binnen ook niet draaien natuurlijk. Mag ik? Je mag van mij in alles. Je mag erin, je mag eruit. Oh, leer. Zie je top aan, je hebt ook een lekker bedje, zie ik. Ja, wel. Een bedje en boven nog een hangmatje. Voor dat meisje nu? Ja, wel. Als ik bed aan meeneem, dan kijk, doe ik het in een hangmatje. Tegenwoordig is het mooier als een luxe auto van binnen, ja toch? Ja, zeker. Alles zit op dashboard, knopjes en noem maar op. En vroeger stond je met twee handen, als je moest parkeren, met twee handen te sturen en dubbel klutsen met een versnellingsbak. En nu is het gewoon allemaal automaat? Het is allemaal automaat gewoon, dus drijf. We hebben geen koppeling meer natuurlijk. Nee. Kijk, voor file rijden is de zaligheid. Want vroeger ging de koppeling zo zwaar, dan kreeg je gewoon pijn in je benen. Maar zijn jullie dan nog steeds als echte truckers wel gewoon constant op de bakkie aan het praten? Kijk, die heb ik ook hier ook. Die hebben we nog steeds. Die zit er nog steeds in. Maak je er ook veel gebruik van? Jawel. Dat is volgens mij, daar heb ik altijd zo'n romantisch idee van dat je met z'n allen bla bla bla. Ja, dat doen we nog steeds. En zeker als je met elkaar weggaat van hetzelfde bedrijf en ook van jongens die je kent van een ander bedrijf. En dan doe je altijd over die bak even roepen. En we doen elkaar ook veel waarschuwen als er ergens controle staat. Dat doen we ook. Misschien handig om voor we vertrekken de problemen bij het wegvervoer goed in kaart te brengen. Emiel, jij gaat eigenlijk over logistiek. Wat zijn de hedendaagse problemen met containervervoer over de weg? Tweeërlei. 1. Files, congestie. Ja. 2. Emissies, uitstoot. Duidelijk. We zouden direct Maasvlakte 2. Dan wordt het verdrievoudigd volgens mij het aantal. Wat zijn dan de te verwachten problemen? Nou ja, we hebben wel gezegd met de aanleg van Maasvlakte 2 dat we het aandeel van truck terug zullen brengen. En nu is ongeveer 45% van de containers die het achterland in gaat over de weg. Dat willen we terugbrengen naar 35%. Maar met de groei van het volume betekent dat nog steeds dat het aantal containers over de weg zou gaan verdubbelen. Ja. Met andere woorden, waar we nu voor staan is om te zorgen dat dat met minder uitstoot en zonder congestie naar het achterland gaat. Hoe kijken de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 aan tegen de asfaltproblematiek? Jouw allereerst, waar lopen we hier? Ja, we lopen hier op de parkeerplaats voor de vrachtwagens. En als het goed is, is dit onderdeel de slechtste investering van de hele terminal. Want? Nou, er moet zo min mogelijk gebruik gemaakt worden van dit stukje terrein. Omdat de vrachtwagens eigenlijk alles op orde moeten hebben voordat ze op de terminal komen. Direct naar de juiste plek, container ophalen en weer weg. Dus dan is het allemaal supergoed geregeld. Hier op de terminal, boem, gaan ze het achterland in, hup, in de file.
Dus dan heb je alle tijdwinst die je gemaakt hebt. Nou, wat we gaan doen is ook met z'n tijdslots werken. Dat betekent dat een chauffeur, een vervoerder, een afspraak maakt wanneer die hier op de terminal is. Ja. En zo spreiden we de bezoeken over de hele dag. Laten we wel wezen, jullie als terminal verdienen het geld uiteindelijk aan de waterkant. Dus waar het absoluut waar, ja. Voel je dan alsnog verantwoordelijk om te zorgen dat het naar het achterland wel goed geregeld is? Ja, natuurlijk. Maar het is ook bittere noodzaak voor ons. We hebben heel veel geïnvesteerd om zo snel mogelijk die boot leeg te hengelen. Ja. En als je vervolgens niet aan de achterkant goed weg kan werken, ja, dan houdt het een keer op. Dan gaat je productiviteit naar beneden. Dus we moeten wel. Je zei al terecht, het geld wordt aan de voorkant gemaakt. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat in het verleden de containerterminals alleen maar naar de zeekant keken. En zodra de container dan ergens stond, ja, dan was het wachten tot iemand een keertje kwam ophalen. Wat we nu gaan doen is veel eerder afstemmen met al die achterlandpartijen om te zorgen dat voor ons beiden het proces een stuk soepeler loopt. Hoe ziet de toekomst eruit, of de toekomst die jij het liefst wenst? Nou ja, ik denk twee dingen. Ten eerste dat de doorstroom zo goed mogelijk is. Dat helpt ons en dat helpt ook de wegvervoerders. Mm-hmm. En ten tweede, we moeten toch een heel behoorlijk stuk gaan vervoeren met binnenvaart en per spoor. Niet alleen omdat het beter voor het milieu is, maar uiteindelijk zijn het ook goedkopere oplossingen. Als je het goed weet te organiseren tenminste. Oké, dan ben ik voorlopig even genoeg. Dankjewel, succes. Ja, dank je. Terug naar Jan en zijn moderne truck. Hoe lang ben je überhaupt al chauffeur? Ik ben 41 jaar chauffeur. Joh. Is dat wat? Dat is best een stukje. Ja, dat is best een stukje. Ik heb best wel een stukje overal wat weggelegd. Hè? Maar heb jij ook al gewoon Maasvlakte 1 gereden? Ik heb hier ook de boel op zien bouwen van Maasvlakte 1 bij de ECT en zo allemaal. Dat heb ik, ja. Nou, dan is meteen de volgende vraag. Hoe vergelijk je die twee? Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2? Ja, dat is dat het dadelijk helemaal geautomatiseerd wordt, dadelijk, die hele Maasvlakte 2 dadelijk. Er komen natuurlijk steeds minder mensen aan het werk. Alles wordt automatisch, hè. Dat is hier ook dadelijk op die terminal natuurlijk. Is dat goed of slecht? Ja, voor de werkgelegenheid is het niet goed, laat het zo zeggen. Ik was 15 jaar de werk in de haven gaan werken en er gingen wat bijrijden mee. En dan moesten we betonijzer van een auto afgooien. Ze willen allemaal snel, snel, snel. En dat probeer ik. Ik probeer ze dat eigenlijk, ja, jongens, gewoon rustig blijven. Je kan beter een half uur te laat komen als een uur te vroeg ergens. Maak jij uit, was druk? Ja, heb ik wel gedaan, maar niet meer. Vroeger ben ik ook zo. Ik zeg, ik ben ook jong geweest. Vroeger wel gedaan, maar tegenwoordig niet meer. Dat leer je wel af. Ik heb 2 hartaanvallen gehad op de auto. Oh. Na jaren, 5 jaar geleden, en dan leer je dat allemaal wel af. Dan ga je toch anders denken. Ja, toch? Ja, toch. Dat is makkelijk zat. Over nieuwe moderne dingen gesproken. Het feit dat je nou zo moet aanmelden is toch ook wat anders dan vroeger? Namelijk. Jawel, vroeger schreef je alles op een lijst. Vroeger deed je alles op een kladje, op een lijst. En nu zet je het in die computer. En vroeger schreef je dat allemaal op en tegenwoordig is het allemaal ja, tikken. Net of je in de kroeg zit en een rondje geeft. Hè? Nu vind ik dat wat gezelliger in het algemeen. Ja, ik ook wel. Die baas die leest dat. Die kan het zo uitlezen. Die kan precies zien waar ik ben, wat ik aan het doen ben, waar ik sta. Tot op de meter kennen ze me helemaal volgen. Maar is dat, af en toe lijkt me dat ook zo tegen het hart van de trucker ingaan, die natuurlijk vrijheid op de weg. Ja, dat weet ik wel. Maar alles wat je doet. Ja, maar als je niks te verbergen hebt, wat maakt het uit dan? Daar heb je helemaal gelijk in. Er zijn natuurlijk een heleboel liepen te schelden van dit en dat. Ik heb dat ook, je moet er allemaal aan wennen. Maar als je gewoon normaal je werk doet, dan heb je toch niks te verbergen of dat ding er nou wel of niet in zit. Ik moest op een papierenlijst moest ik er ook alles invullen. Dus. Dat maakt mij in principe niet zoveel. Maar hoe smokkel je dan al je drugs naar binnen? Nou ja, als ik een goeie had. Hé? Voor een paar centen ga ik mijn baan niet wagen. Dan moet het natuurlijk wel een hele grote wezen natuurlijk. Hè? En dan ga ik maar even melden voor de gemiddelde sluiszet. Hier worden we gelost en dan geladen? Ja, we gaan hier op 1 gaan we afzetten. En dan moeten we een rondje rijden. En op 5 aan de andere kant dan moeten we weer een andere container opzetten. We'll be right back.
Terwijl Jan met Sebastiaan door het Botlekgebied rijdt, staan wij even stil bij de geschiedenis van dit gebied. Na de Tweede Wereldoorlog stond de chemie nog in de kinderschoenen. De zware industrie bepaalde de koers. Kijk naar Maasvlakte toe. De geschiedenis van de Rotterdamse haven leert dat elke tijd zijn eigen eisen en dus ook zijn eigen Maasvlaktes had. We staan stil bij enkele van deze historische plekken. De verhalen van Maasvlakte toen. Na de Tweede Wereldoorlog werden de plannen om de haven uit te breiden snel opgepakt. Aanvankelijk was Rotterdam van plan om tussen Hoek van Holland en Maassluis een industrieel havencomplex te ontwikkelen. Dit gebied was nauwelijks bebouwd. Maar belangrijker, de grond was geschikt voor zware industrie. Na onderzoek bleek dit plan te kostbaar. Het was eenvoudiger om op de Welplaat het gewenste industriële havencomplex te ontwikkelen. De onderbroken groei van nieuwe havenbekkens naar zee kan nu weer verder gaan. Het oostelijk deel van het eiland Rozenburg, vruchtbare landbouwgrond met flinke boerderijen, verandert in het Botlek haven- en industriegebied. De haven hoopte met dit nieuwe gebied voor 15 jaar aan de vraag naar ruimte te kunnen voorzien. Bij de besluitvorming van het Botlekplan verwachtte de markt dat havens voor schepen van 30.000 ton voorlopig voldoende waren. Toch is bij de aanleg van het Botlekgebied rekening gehouden met schepen tot 65.000 ton, met een diepgang van ruim 12 meter. Door de aanleg van de Botlek verdubbelde de oppervlakte van uitgeefbare havenbedrijfsterreinen tot circa 1440 hectare. And it's so long ago. De uitdagingen voor het containervervoer op de weg. Hoe kijkt Fred Visser, de baas van Trucker Jan, daar tegenaan? Ja, ik denk dat het wel goed gaat op het ogenblik. Er is wel wat aantrekkingskracht op het ogenblik in Rotterdam. Ja. En dat gaat zo blijven als Maasvlakte 2 er is? Ja, dat is, denk ik wel. Ja. Ik bedoel, daar hebben we op Rotterdam verschrikkelijk op geïnvesteerd. Ja. Om die mainport naar zich toe te trekken. En dat denk ik wel het lukken. Dus je ziet dat met goed vertrouwen tegemoet? Ik zie dat met goed vertrouwen tegemoet op dit moment. En dan als je naar alle eisen kijkt die er ondertussen wel gesteld worden? Gewoon qua schonere trucks, alles erop en eraan? Ja, er zijn een paar dingen waar ik het dan wel een beetje vervelend vind. Ik bedoel, op zich hebben wij daarop geïnvesteerd. Ja. De kwart staat op euro 6, de helft staat op euro 5. Ja. Alleen ja, zijn uitkost 1,5 ton. En met die euro 5, dat kunnen we maar 7 jaar meer doen. Daar kunnen we niet in verdienen. Ik bedoel, ja, wij zijn er weer wel blij mee, want ik heb wel geïnvesteerd. En ik heb het als een concurrentievoordeel gezien. Maar je wel tegen aangelopen is dat je ook zo direct minder vervoer op vrachtwagens gaat krijgen. Gaat jou dat kosten in de boterham? Nee, dat juich ik alleen maar toe. Ik bedoel, we kunnen dat wat er op Rotterdam afkomt, kunnen we niet over de weg wegkrijgen. We hebben veel partners in trail en in het watervervoer. De last mile zal altijd over de weg moeten. Dus ja, je moet een beetje schuiven met je materiaal. In een haven die nooit slaapt, moet je ook 's nachts je weg kunnen vinden. De modernste haven kiest daarom voor de verlichting van de toekomst. Dat zijn LED-lichtmasten. Dat zijn de eerste LED-lichtmasten in de haven, langs de weg. Toen we bezig waren met de ontwikkeling van de infrastructuur hier, toen kwam LED-verlichting eigenlijk net in opkomst. En we hebben een beetje de opdracht om Maasvlakte 2 duurzaam en milieuvriendelijk aan te leggen. En dus ja, LED-verlichting, het is energiezuiniger, je kan het dimmen. Je hebt ongeveer de helft minder lichtmasten nodig, omdat je het gewoon heel goed kan mikken. En het geeft geen lichthinder. Dus het licht valt naar beneden, maar het stuit het niet meer omhoog zoals je bij gewone verlichting hebt. Dat is fijn voor gewoon de natuur. Geen verstoring door strooilicht. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke nieuwe techniek. Dus per definitie is het niet goedkoper geworden. Alleen LED-verlichting is zuiniger. Dus uiteindelijk heb je minder energie nodig om dezelfde hoeveelheid licht op de weg te krijgen. Ze gaan langer mee. LED-verlichting gaat zo'n beetje 10 jaar mee. Terwijl normale verlichting na 4 jaar vervangen moet worden. Dus dat scheelt een hoop in het onderhoud. En je kan het dimmen, dus als het 's avonds rustiger is op de weg, kun je gewoon minder licht laten schijnen op de weg. Want dan hoeft er niet zoveel verlichting te zijn. Elk jaar dat je verder bent, kun je met minder stroom meer licht opwekken. Dus de armaturen zijn ook gemaakt dat je de bolletjes als het ware kan vervangen.
Ja, gewoon alle lampenfabrikanten zijn constant aan het ontwikkelen. Het eerste stukje, Maasvlakte 2, daar is het nu mee begonnen. En we gaan dit systeem ook zeg maar, verder uitbreiden over de rest van het havengebied. Ik heb hier wel s'avonds rondgereden. Ja, dan zie je echt zo'n hele heldere licht. Je kent zelf dat beetje dat gelige licht. Maar dit is gewoon ja, best heel helder en wit licht. Dit is gewoon heel mooi. Het is gewoon weer hartstikke stoer natuurlijk om als je daar aan mee hebt geholpen dat je zo'n mooie baan van licht ziet. Er is gesneden koekje aan het niet vielen. Ja, dat is normaal hè. Maar gewoon lekker aansluiten, het is niet anders. Maar dit is dagelijks voer? Dit is hier normaal, dat is dagelijks. Zeker rond dit jaar. Het is nu nog, nou het is 9:30, het is vrij laat nog dat er file staat dan. Maar als het alles goed is, gaan we met Maasvlakte 2, gaat het allemaal anders zijn? Ze zeggen van wel, dus de praktijk zal het uitwijzen. We gaan het zien, hè. Je kan alles wel breder maken, dat zie je nu. Het staat nu gewoon 3 banen breed. Alles staat vast. Je kan Barendrecht niet in. Dat staat overal, staat er gewoon vast. Ja. En 9 van de 10 klanten waar we naartoe gaan, proberen wij de spits vooruit te zijn. Ja. En weg te wezen, dat je uit de stad bent. Ben je later, dan moet je dat doorgeven aan de baas. En sommige klanten hebben daar begrip voor, maar je hebt ook klanten die hebben er totaal geen begrip voor. He, dan zeggen ze, ja, dan had die chauffeur maar veel eerder van huis van. Maar hoe laat moet je dan van huis gaan? Je blijft er geloof in houden. Maar of ze het oplossen, ik weet het niet. Ik ga jou lekker aan het werk laten. Ja, dat is goed, jongen. Even nog voor de check, dubbelcheck. Dit is een schone wagen, dus jij gaat hier nog mee op Maasvlakte 2 rijden. Zonder meer. Je gaat nog meemaken. Ik ga het nog een jaar of 6 meemaken, 100%. Misschien iets minder romantiek in het hele vak, maar blijft het steeds maar blijf mooi. Leuk, blijf mooi, zonder meer. Nee. Het blijft leuk, jongen. Sebas, bedankt voor de gezelligheid. Schiet even met je mee te maken. Ja, vond ik ook hartstikke leuk. Sebastiaan moet nog even de oplossingen voor het wegvervoer tevoorschijn toveren. Er is niet één oplossing, er zijn verschillende oplossingen nodig. Een van de oplossingen is, we hebben een, wat we noemen een containertransferium zijn we aan het bouwen in Alblasserdam. Wat inhoudt dat trucks daar hun containers af kunnen leveren en vervolgens met binnenvaartschip naar Rotterdam vervoerd worden. Dat lijkt erop dat die truck zijn container afstaat aan het binnenvaartschip, maar door dat te doen kan hij zelf veel meer rondjes maken op een dag. En daar meer omzet weer uithalen. Dus niet je eigen dingetje bekijken en op je eigen eiland zitten, maar kijk om je heen hoe je je logistiek kan verbeteren. Dus het is een totaalbeeld. Het is een meerderheid aan oplossingen die je moet bedenken. En dat doen we samen met de vervoerders. Dan de laatste, de CO2-uitstoot. De trucks die gaan schoner worden. En als ze niet aan die eisen voldoen, ja, dan kunnen ze op een gegeven moment de Maasvlakte simpelweg niet meer op. Daar maak ik me helemaal geen zorgen. Maar je bent ook commercieel directeur. Je moet ook geld verdienen. Ja, precies. Maar uiteindelijk is het commercieel is ook langer termijn. Dus je kan nu korte termijn denken van, dat doe ik niet aan mee. Maar dat houdt in dat je langer termijn niks meer te verkopen hebt. En Sebas, heb je de file opgelost? Tuurlijk, geen enkel probleem. Hè, je werkt bij televisie of niet? Nee joh, ze zijn het, de file aan het oplossen. Ze zijn er hard mee aan het werken. En dat moet ook wel, want zelfs zonder Maasvlakte 2 zijn er nu ongelooflijk veel files. Maar als je inderdaad de A15 verbetert en je kijkt naar andere wijzen van vervoer, dan moet je volgens mij een heel eind kunnen komen. Ah, meneer doelt waarschijnlijk op het spoor en de binnenvaart. Dat zou heel goed kunnen, maar dat ga ik volgende week bekijken.